Het afgelopen weekend waren verschillende politieke partijen op pad om met de samenleving te praten. De NDP daarentegen organiseerde een massameeting in haar hoofdkwartier Osseer. Tijdens de vergadering heeft NDP ondervoorzitter Ashwin Adin enkele zaken naar voren gebracht over de vorige frontregering. Adin zegt dat de vorige regering niet eerlijk was tegenover het volk. Zij hebben u niet verteld over een programma van toen waar zij iets heel onverantwoordelijk hebben gedaan, zegt hij. Onder druk van IMF hebben ze wat we hebben gedaan. Ze hebben het importbeleid los gebossen op Bema Bossa Sampaya. Geen vergunning meer nodig voor de visa. Geen vergunning om wat je wilt te importeren was meer nodig. Visa rekeningen. Weet u wat daardoor is gebeurd? 11 jaar lang hyperinflatie. Ze zeggen tegen ons, we hebben 3 maal gedevalueerd. Ja, we hebben 3 maal gedevalueerd. We hebben 3 maal gedevalueerd, misschien een beetje minder. Want dit crisis in NACU, dan er is mogelijk dat er een devaluatie komt. Maar ik ga je zeggen, toen, ik praat over 1991. Toen heeft men een politiek gevoerd van overliberalisatie. Onder druk van IMF hebben ze alles losgegooid. De Malaya Liberaseer aan je markt. Uiteindelijk die import was niet meer onder controle te houden. Luister tegen wat ik zeg. Besluiteloosheid politiek heeft gemaakt dat ze te laat hebben gereageerd. Brandjesblussen politiek werd het ook genoemd. En in 1991 tot 2003 is die koers gegaan van 1 op 1,8. En moet u niet schrikken en flauw vallen. Naar 1 op 2650. NPS-voorzitter Gregory Rusland is niet te spreken over de recente uitlatingen van Adin, al zou de frontregering de koersontwikkeling in de jaren 90 hebben verpest. Volgens Rusland weet Adin niet waarover hij het heeft. Ik heb gezien een functionaris, ik zal geen namen noemen, die daar op in is. Ze gaan een heel verhaal verhouden van die koersontwikkeling vanaf de 90er jaren. Ik weet niet waar hij was. Als hij waarschijnlijk toen nog op school zat of misschien nog thuis zat. Maar wij hebben dat meegemaakt. En ik moet u zeggen dat als we teruggaan, want dan zou je terug moeten gaan naar het jaar 1980. En daar zul je zien dat er dus een heleboel stabiliteit in het land was. Was het wel zo dat we pas onafhankelijk waren. En je moet merken dat vanaf 1980 bij de staatsgreep van de militairen wij een situatie hebben gehad dat Suriname in grote problemen is gekomen. Je weet dat in 1987, toen er onder druk van het buitenland en binnenland verkiezingen weer georganiseerd moesten worden, dat de centrale bank nagenoeg, de centrale bank had geen geld. De waarde van de SF toen was helemaal weggevallen. En er komt een verkiezing, er komt een democratisch gekozen regering, een burgerregering, onder leiding van onder andere het Front toen en later het Nieuw Front. En je moet weer de zaak gaan opbouwen. Die meneer heeft het gemist, uit welke situatie we kwamen. Maar ik kan u zeggen dat het een verschrikkelijke situatie was. NPS-voorzitter Gregory Rusland in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij ging in op uitlatingen tijdens de NDP-massameeting in Osseer over de vorige frontregering.